Dit is elektronisch papier, ofwel e-readers zoals ze ook wel genoemd worden. Het is een nieuwe techniek waarmee je boeken kan lezen zoals we gewend zijn met papieren boeken. Het grote verschil is dat hij lekker klein is, makkelijk om in je tas mee te nemen of in je jas. Zeker als je naar de dikte kijkt en zeker als je het gewicht voelt. Als we hem openmaken blijkt het een klein scherm te zijn. Het scherm is wel 2 keer zo groot als bij een PDA. PDA is om 2 redenen niet geschikt om een boek te lezen. Het scherm is 2 keer zo klein als dit. En het scherm is LCD-techniek, waardoor je niet prettig kan lezen. Dit leest echt als papier. Opstarten duurt ongeveer 20 seconden. En daarna heeft hij de keuze uit een heleboel boeken. Deze bibliotheek, je maakt een keuze op basis van de omslag. Hier zie je met stippeltjes aangegeven dat dit boek nu gekozen kan worden. Dan komen we in de inhoudsopgave. U ziet dat we omlaag kunnen gaan om een bepaald hoofdstuk te kiezen. En als je dan door die bladzijde heen wil gaan, dan druk je aan de rechterkant van deze knop. En je kunt er snel doorheen gaan. Het scherm refresht op dat moment. Maar het gaat veel sneller dan bij de oudere e-readers mogelijk was. In het boek heb je een aantal mogelijkheden via het menu. Je kunt teruggaan naar een library. Start het boek weer eventjes op. Je kunt naar Start Reading gaan. Vanaf daar kun je dus beginnen te lezen. We kunnen naar de eerste pagina gaan of naar de inhoudsopgave. Heel bijzonder is dat je lettertypes kan vergroten. Dat gaat bijna traploos. Van heel groot naar heel klein. Zo klein dat ik me afvraag wie er ooit zo zal lezen. Lettertype is ook te veranderen. Dat is een beetje moeilijk te zien nu. Moeten we even vergroten. Dat is een vrij normaal lettertype. Ook de dikte van de letters is te veranderen. Persoonlijk heb ik liever dat andere lettertype. Daar is hij weer terug. In de layoutfunctie kun je de koptekst veranderen of weghalen. De pageometer, dat is die balk die hier onderaan zit. Je kunt de tekst justificeren, dus precies uit laten lijnen met links en rechts. Dit is bijzonder, als die pagina interessant is, dan maak je daar een bookmark. En nu zit hij hier rechts. En die bookmark die kun je gewoon weer terugzoeken, zodat u belangrijke passages altijd weer terug kan vinden. Wat ook bijzonder is, maar wat we nu nog niet kunnen laten zien, is dat je in de tekst woorden kan opzoeken. Zou er hier nou een woordenboek in zitten, dan zou hij het kunnen vertalen van het Engels naar het Nederlands. In de Advanced functie kun je als het plaatjes zijn een slideshow houden. Je kunt de taal kiezen waarmee het apparaat bediend wordt. Dat is nu Engels en Frans. Nederlands komt in 2008. Auto Power Off staat normaal op 5 minuten. Als je hem dus niet gebruikt, schakelt hij zichzelf uit. Je kunt hem ook in stapjes van 5 minuten tot een uur zetten. En de refresh snelheid die staat nu op optimaal, waardoor het prettig leesbaar is. Ga ik naar de bibliotheek. Dan is het ook mogelijk om
kranten te lezen. Les Echo is een krant in Europa, de eerste krant van Europa die digitaal op deze manier uitkomt. Zo komt de krant binnen. Je kiest een bepaald onderwerp en je gaat lezen. De vormgeving van de kranten wordt op dit moment onderzocht door een centrum, European Center for Digital Communication. Niet alleen kranten, maar ook tijdschriften zijn in dit soort apparaten goed te lezen. Ook hier weer een inhoudsopgave waarmee je kan kiezen wat je wil zien. Heeft hij mooie plaatjes, zoals bijvoorbeeld vakantiefoto's, dan zijn die ook zichtbaar te maken. Nu staat het tekeningetje op zijn kop. Ik kan hem flippen, draait hij om. Ik kan de tekening in landscape zetten. Ik kan naar de volgende afbeelding gaan. En wat in dit apparaat zo leuk is, is dat er ook muziek mogelijk is. Heel bijzonder van deze e-reader is het gebruik van mp3 muziek. Die wordt hier weergegeven. Met dit knopje hier kun je de muziek kiezen. Hier zie je een aantal muziekstukken. De bovenste is ook een audioboek. Hier kun je de koptelefoon aansluiten en met deze knop kun je het geluid harder en zachter zetten. Je heeft dus geen aparte mp3-speler meer nodig. Je kunt gewoon lezen terwijl u naar muziek luistert.